Club Charleroi de laatste thuismatch voor de play-offs beginnen. Een nagenoeg vol huis en dus een ideaal moment om de week van de zorg af te trappen. Eigenlijk is de bedoeling om de zorgsector en iedereen die zorg draagt voor een ander, om die even in de picture, in de bloemetjes te zetten. En die bloemetjes worden uitgedeeld door VRT sportanker Ruben van Gucht en wereldkampioen penaltytrappen Leo van der Elst. Voor de match gaan zij het veld op om bij de supporters aandacht te vragen voor de week van de zorg. Ruben van Gucht is een van de gezichten van de actie. En graag, want hij kent natuurlijk ook zorgverleners. Mijn moeder is verpleegster, die werkt al 30 jaar in een ziekenhuis. Mijn tantes die werken ook allemaal in de vierde sector, dus ik weet wel wat die jobs inhouden. En die mensen krijgen ook vaak niet respect. Dat zijn jobs die wat onderbelicht blijven. Een arts, een specialist, die krijgt vaak alle lof omdat heeft iemand zijn leven gered, maar terwijl er evengoed 5 mensen aan die tafel stonden om die operatie mee uit te voeren. En dat geldt denk ik op alle niveaus, hè. Niet alleen in operatiezalen, maar evengoed op andere plaatsen in de zorgsector. Dus ja, vanuit die gedachte ben ik wel blij dat ik eraan kan meewerken. Ruben en Leo vragen de supporters om alle zorgverleners in Vlaanderen een hart onder de riem te steken. Mochten wij met z'n allen dus een hartje maken voor ons. Beste supporters, 3, 2, 1 en go! God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're home... Het is niet toevallig dat de Week van de Zorg start op Jan Breijel, want Club steunt zo'n project graag met zijn Club Brugge Foundation. We zijn bij Club Brugge gekomen omdat een medewerker van ons is Nico de Vouw, de broer van David de Vouw. En via hem hebben we horen zeggen dat Club Brugge heel ferm bezig is rond zorg. Het is te zeggen, jullie hebben die foundation, wat een prachtig initiatief is. Ik zie dat ook wel in andere voetbalstadia, maar jullie zijn daar echt wel heel ferm mee bezig. Blindentribune, er zijn voetbalploegen voor jongens met autisme. Ik vind dat echt allemaal heel fantastisch. Jullie hoeven dat niet te doen, maar jullie doen dat gewoon. En dat vind ik echt een heel fantastisch. En vandaar ook dat we hier in Club Brugge onze Week van de Zorg zijn gestart. Voetballers zijn vaak genoeg bezig met andere dingen. En ik vind zo'n dingen die moeten zeker in de picture genomen worden, zou ik zeggen. En dat van de zorg inderdaad is vooral voor mensen die dag in dag uit bezig zijn met zorgen voor mensen. En niet alleen op professioneel gebied, maar ook privé, thuis. Zowel voor ouders of opa en oma. En die moeten ook in de kijker gesteld worden. En om die zorgverleners de gepaste eer te bewijzen, komen de spelers het veld op met een speciale t-shirt. Dit is de officiële start van de Week van de Zorg. Met als hoogtepunt zondag 15 maart, de Dag van de Zorg. Zeg maar de feestdag voor alle zorgverleners. Er zijn denk ik in totaal een 140-tal instellingen die dag die hun deuren openen, waar je naartoe kan gaan, die je kan gaan bezoeken om te kijken hoe daar gewerkt wordt. Dat gaat van ziekenhuizen tot instellingen waar mensen met een fysieke of mentale handicap zitten. Noem maar op, om het even wat. Het gaat gewoon over de zorgsector. Oh, and if I had to break, I'd be cold as a stone.